Terwijl op de achtergrond de sloop van de oude MAVO in volle gang is, wordt in het park een begin gemaakt met het plaatsen van het aspergemonument. Eerst zijn de kortenstaalobjecten aan de beurt. Zij stellen de golven van de Maas voor. Dit object is tevens de afronding van de herinrichting van het Ursulinepark. Vanwege het verkeerscirculatieplan is hier een rotonde aangelegd. Kunstenaar Hans Reinders uit Venlo heeft het ontwerp gemaakt en houdt goed in de gaten dat alles op de juiste plek wordt geplaatst. Vervolgens komen de steenhouwers die de diverse onderdelen hebben gemaakt in actie. Voorzichtig worden de elementen die de aspergewedden voorstellen op de juiste plaats neergelegd. Ten slotte is het nog een heel secuur werkje om de drie gestileerde asperges van hardsteen uit de Eifel onbeschadigd op de plaats te krijgen. Voor deze hardsteen is gekozen omdat hij een groene uitstraling heeft en daardoor een beetje de kleur van een asperge benadert.
Uiteindelijk is het karwei geklaard en de schrubbe vorst een mooi kunstwerk rijker.